ten grootste in het productiechef ter wereld. Willem Ruijs presenteert Farah's Talent Show. De Farah-leiding had bedacht dat een tournee gemaakt moest worden in een grote tent die kriskras door het land zou gaan. In tegenstelling tot wat ze verwachten, dat hij een gat in de lucht zou springen, hij zag er niets in, maar dan ook totaal niets. De danser, de zanger, de clown, de bassist, voor ieder soort artiest heb ik een zwak. De man die het doek haalt, de streekhumorist, het is één pot nat, ze horen bij het vak. Een bonte stoet van vreemde makelij, de hemel zij gedankt, ik hoor erbij. There's no business like show, business like no business I know. Vader zei, ach jongen, wat begin je? Moeder had een soortgelijk geluid. Zelf denk ik ook soms, wat verzin je? Maar het zit in je, je moet eruit. There's no people like show. People, they smile when they are low. Ook wanneer de hele boel je tegenstaat, je het liefste show achterwege laat. Als de klok op even half negen slaat, verdomd, dan komt er een show. Het hoedje, de smoking, het buurthuis, de top, de man met de harmonica op straat. Publiek en muziek, het succes en de flop, het is één hetzelfde doel waar het om gaat. En wie een keer de mist is ingegaan, begint de dag daarop van vooraf aan. There's no business like show, business like no business I know. Neem alleen maar even onze tweeling. Je had al sfeer wanneer dat stel bewoog. Geef ons maar de ruimte, geef ons speling. Het wordt een streling voor ieder oog. There's no people like show. People, they smile when they are low. Het is een vak waarin je op je tenen moet. Dag in, dag uit aan het trainen moet. Taal van weg wanneer je het met je benen doet. Let's go on with the show. Het moment dat hij echt overstag ging, dat weet ik nog, dat was toen hij zag, toen de decors van uw werkers, prachtige decors, erin stonden. En toen zag hij pas de mogelijkheden die zo'n tent bood. Drie enorme podia die hij tot zijn beschikking had. Een zee van licht kwam erin. En toen sloeg hij om als een blad in de boom. Dat is er toch zo bijzonder aan. En je hoort dat leven was geen donder aan. Als het moest zonder een show. Het moest zonder een show. Waar zijn die oude tijden?
twee seizoenen lang vreugde en groot verdriet. Actiecomité's werden eigenlijk in het leven geroepen om mensen die van de spiraal verloren hadden, u zal ze nog even terugzien, om die een hoofdprijs te bezorgen. De trap heeft in Nederland veel losgemaakt. En de spiraal was het spel. Kijk nog even met me mee, voordat we echt afscheid nemen van deze fantastische tent, naar die hoogtepunten en misschien wel dieptepunten van Nederlands spannendste spel, zoals Pierre dat al zo prachtig zei, de trappa. Dit briefje van 100 moet binnen 2 minuten en 15 seconden, zonder dat iemand iets geeft, gewisseld worden in 20 vijfjes. Maar niemand mag wat geven, want als de notaris dat ziet, is het spel fout. Dus je kunt hem wisselen in 4 vijfentwintigjes, dan kan iemand die 1 vijfentwintigje is een 5 vijfjes. Ga je gang! Maar wie kan, nee, dat kan zo niet! Je moet 100 gulden wisselen in eerste instantie. 100 gulden! Vijfjes, wacht even, wat? Daar heeft iemand een bel. Wie heeft er? Nee jongens, tel, laat die mensen jij, tellen, jij. Zo kan het tellen. Hiro Elvira, kom toch hier. Vier. Die man die 100 gulden. Kom hier. 5 vijfjes. Wat ga jij daar? Ja, 5 vijfjes. 5 vijfjes. 5 vijfjes. Tel na. 10. 5 vijfjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, nee, dat kan niet, dat zeg ik toch. Je hebt daar jouw portie en hij zijn laatste. Zo, deze hier, 5 minuten. U hebt nog precies 1 minuut. Zo klopt het. Wacht nou, anders toetert hij af. Dan zijn we kapot. 54 seconden nog. Leg ze neer in godsnaam, want jij hebt nu alles. Tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maar dat klopt het toch niet? Nee, dat klopt niet. Dan krijgen we die bel. Ga nou weg, stommeling! Om 50.000 gulden of niets. Dat is een ijskouwer, hè? Dat is een ijskouwe. Hou vol, Mark. Hou vol, jongen. Hè? Hou vol, jongen. Vader en zoon, Huug, Marco, dat is een ijskouwe. Hij is verder dan ik ooit had durven dopen. Word heel kalm, want het maakt niks uit. Hou vol, Mark. Rustig aan. Alle tijd hebben we. Word rustig, Marco. Laat je vader even. Word rustig, anders. Kijk hoe die het doet en word even rustig. Ontspan je. Tijd 1:45. Laat maar. Rustig, hè. Rustig. Stilte in de zaal, alstublieft. Rustig, man. Je redt het. Zeven. Kom maar bij me staan, jongens. Kom maar. Vijf. Kom maar staan, Huurtje, Marco. 3. Het is een ovationeel applaus. Alles of niks. Het was niks. Spelregel is, we hebben de baby op de rechterhand. Het kind huilt. En wij moeten allebei een toren, jullie allebei, een torentje bouwen van 10 blokken met het dakje erbovenop. En als die staat, is het kind klaar. En dan heb je voor die baby zit 50.000 gulden gewonnen of niks. De klok gaat nu lopen! De rechterarm de baby en links gaan we bouwen. Op elkaar. En maak je niet zenuwachtig, want de tijd is meer dan toereikend. Je hebt toch... Oh jongens, kom op. Ik zei toen niks verkeerds. Zei ik het even, was dat mijn schuld? Ik keek naar die klok. Ik krijg het niet.
Lieve God, zorg. Mag ik hem vasthouden bij mij? Het gaat niet, Willem. Oh, rustig, Willem. En ik nog een dakje erop. Stil. En dat is het dan. Het slot van de laatste sterrenshow. En de blik staat dan altijd een beetje op weemoedig. Dat speel je niet, dat speel je wel. Je wil het eigenlijk een beetje verdrukken. Dat willen we allemaal. U thuis, plezier gehad aan zo'n sterrenshow. Het project met een tent. Het is nog een beetje een kindje dat je baart. Hoe raar het ook klinkt uit de mond van een man. En je moet er dan toch afscheid van nemen terwijl je dat niet wil. Toen we de eerste sterrenshow maakten, zei ik tegen mensen, dit is iets waarvan ik het gevoel heb dat je het in je leven niet meer meemaakt. Misschien heb je dat thuis niet zo meegekregen. Maar in een tent werken en dan wel de grootste van Europa en met alle elektronica erin de grootste ter wereld, dat maakt iets los. Zeker als je weet dat hij plat gaat en nog één keer naar hem kijkt. Mijn doek valt met deze tent. Jawel, een afscheid. We gaan nu scheiden, ik en de tent. Het is voor ons beiden het slot, het eind. We hebben samen stormen doorstaan. Maar het is over, het afscheid komt eraan. Maar geen verwijten, het heeft echt geen zin. Het zijn de feiten, het zat erin. Je wagens staan hier buiten al klaar. Maar we blijven vrienden van elkaar. Als jij morgen vroeg naar beneden gaat, ben ik daar niet eens meer bij. Maar als je straks in andere steden staat, roep ik trots, die is van mij. Bij storm en regen, jij deed je werk. Bij windkracht 9, hield jij je stijl. De rots waarop ik bouwde, was jij. Maar het is over, over en voorbij. Dan ooit jou vergeten.